uit 1999 naast deze. En ik denk dat er ongelooflijk kleine overlap is. Queen zit altijd een beetje in de weg, heb ik vrede mee trouwens. Het is natuurlijk prima dat er een paar instituten in staan. Maar de top 10 is al een tijdje bekend. En als je daarnaar kijkt, dan is het natuurlijk al bijna een overlap met het vorige gesprek. Zit natuurlijk al een prachtig nummer op 3. Wat ik meevallend vind, dat die zo mooi hoog kwam. Dat is dat eerbetoon natuurlijk aan Peter R. de Vries. Zijn favoriete nummer is massaal opgestemd. Zie je dat dingen uit het nieuws dus toch terugkomen? Nee, absoluut. Het ligt er wel aan wanneer het in het nieuws was. Als het begin februari is, dan is het wat lastiger. Maar iets wat na de zomer gebeurt, dat wordt absoluut, vind je dat terug. Hier is nadrukkelijk ook een oproep voor gedaan. Dit is een lied wat aan het wegzakken was eigenlijk in de top 2000. Hè. Eventjes in radiotermen. Het is iets meer Radio 5 dan Radio 2. Het wordt eigenlijk te oud voor 2. Toch? Mag ik wel? Draai jij hem wel eens? Ja, ik vind dit wel een Het is wel prachtig, maar draai jij het? Jazeker, dit draaien we ook wel. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is misschien wel ietsje ouder. En het heeft een hele mooie aandacht gekregen. Eigenlijk al 2 jaar geleden. We hadden voor de top 2000 hebben we dan de Stemweek. En mijn collega Frank van der Tof en ik, wij reden door het land met een stembus. Een grote bus. En Peter was daar ook te gast. Omdat hij graag een pleidooi wilde houden voor een liedje van Rowan Hazen. Vanwege de zaak Nicky Verstappen. En daar kwam ook dit nummer ter sprake. En wij wisten toen niet wat dat later voor inhoud zou krijgen. Maar hij praatte daar. Het was ook wel fijn, want het was een vrij indrukwekkende man als je die voor het eerst ontmoette. En dat was in ons geval zo. En toen begon hij over dit nummer te praten. En toen, daar kwam een soort passie. Hij draaide het nog heel vaak. En dus toen maakte het nummer ook al wel weer opnieuw indruk op me. Ja, als je dat niet zo weer terugziet. Wouter, wat je zegt, het is een soort jaaroverzicht in de zin van het nieuws komt volledig door in die lijst. Bijna een soundtrack van dat jaar, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut.